Het bestuur van de Sint-Benedictus-parochie in de Overbetuwe heeft woensdagavond besloten om alle 8 Rooms-Katholieke kerken in die gemeente voorlopig open te houden. Dat besluit kwam na protesten van parochianen en het bisdom. Aanvankelijk wilde het parochiebestuur de kerken in Heteren, Oosterhout, in Doornik, Herveld, Valburg, Driel en Lent sluiten en alleen die in Elst open houden. Maar dat besluit is dus nu, althans voorlopig, van de baan. Voor de parochianen is dat goed nieuws. Want ze kunnen in ieder geval de komende jaren nog dichtbij naar de kerk gaan. En ook nog, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, in hun vertrouwde kerk. Ja, nou was in maart besloten om 7 van de 8 te gaan sluiten. Wat was daar toen de reden voor? Nou, die redenen zijn op zich nog steeds hetzelfde. We hebben gezien naar de toekomst toe, zien we steeds teruggelopende vitaliteit in alle gemeenschappen. Er is een vergrijzing in het kader. We verwachten ook een teruglopen in de financiën in de komende jaren. En daar moet je op een gegeven moment besluit in gaan nemen. En dat besluit lag erin dat we zeggen van, we moeten concentreren. En we concentreren uiteindelijk vooral naar één plek. En dat is het beleid wat eigenlijk nog steeds overeind staat, hoewel we nu zeggen van nou, die fasering van sluiten, die zetten we wat trager in. Dat wil zeggen niet per september 2014, maar de eerste kerk pas per september 2016. En daarbij wel de mogelijkheid dat een paar locaties de optie nog hebben om te zeggen van ook na 1 september 2016 kan die kerk eventueel open blijven. In ieder geval voor de weekendvieringen praat ik dan over. Ja, als je het dan hebt over die teruglopende financiën, is dat niet dermate dreigend dat je toch nog een paar jaar langer in ieder geval open kan blijven? Met de financiën kunnen we het in ieder geval nog een aantal jaren uitzingen. We hebben ook altijd gezegd, financiën was niet in deze parochie het belangrijkste argument. We hebben, zoals we dan zeggen, wat vet op de botten. We kunnen het nog wel jaren uitzingen, maar op een gegeven moment moet je wel beslissingen gaan nemen, want kerken vragen heel groot onderhoud. En uiteindelijk moet je die investeringen ook doen, wil je naar de toekomst ook je gebouw veiligstellen. En dat is een vraag die natuurlijk wel bij overeind blijft staan. Ja, besluit in maart genomen. Vervolgens parochianen die in bisdom die er toch anders over denken. En ja, in hoeverre was het dan ook een goed doordacht besluit geweest? Op dat moment was het een goed doordacht besluit, anders zou ik het eigenlijk vreemd hebben gevonden. Er zijn natuurlijk wel veel dingen gebeurd. De parochianen hebben duidelijk van zich laten horen en hebben ons weer tot denken aangezet. In gesprekken met het bisdom is ook gebleken dat je toch goed moet kijken naar de omstandigheden. Een omstandigheid ook van, stel je sluit een kerk, wat gebeurt er dan mee? We hebben altijd al gezegd, we willen er geen hek omheen plaatsen, maar dan moet je hem of kunnen verkopen. Als je hem niet kunt verkopen, dan moet je hem wel in gebruik houden. Want niemand wil een vervallen kerk met ingetrapte of ingegooide ramen. Dat zou natuurlijk vreselijk zijn voor iedereen. En daarom hebben we ook gezegd van ook die kerken die we sluiten na 1 september 2016, als we die niet verkocht krijgen of er kan geen andere bestemming voor zijn, dan blijven die kerken in ieder geval voor door de week nog beschikbaar voor de parochie. Ja, wat betekent dit uitstel eigenlijk voor de openstelling van alle 8 kerken? Dat we in ieder geval in de komende jaren goed gaan kijken van dat die kerken die eventueel na 1 september 2016 open blijven, wat ga je daar dan mee doen? Wat kun je ermee doen? Hoe vitaal zijn die gemeenschappen nog? En aan de andere kant, met die locaties waar de kerk dan wel wordt gesloten, gaan we kijken van nou, hoe kun je lokale gemeenschap blijven zonder jouw kerkgebouw? En dat is natuurlijk wel een hele belangrijke opdracht. Want er is meer dan vieren alleen in de parochie. Ja, en heeft dat ook nog consequenties voor de toegankelijkheid van de kerken tot aan die datum van 2016? Nee. Daar heeft daar verder geen consequenties. We houden het rooster zoals we het nu kennen. We hebben de vieringen zoals we het nu kennen. Dus we proberen dat in de komende jaren. En we zien dat dat ook wel mogelijk is. Allemaal nog vast te houden. In hoeverre is er nog een kans dat na september 2016 alle 8 gewoon open blijven? Nee, die kans is er niet. Nee, je moet ook reëel zijn. We zien een terugloop aan alle kanten. En die terugloop die verbaast ons en schokt ons zelfs. Ook in deze tijd. Dus wij zien niet in dat we na 1 september 2016 nog 8 kerken hier open hebben.